Het is woensdag 15 maart, de dag van de Tweede Kamerverkiezingen. De hoop is dat zoveel mogelijk mensen vandaag gaan stemmen. Dus ook in Hengelo. U gaat stemmen? Natuurlijk ga ik stemmen. En waarom gaat u stemmen? Omdat ik mijn stem niet verloren wil laten gaan. Omdat wij hier in dit land heel blij moeten zijn dat we mogen stemmen. En iedere stem telt. Omdat ik denk dat het belangrijk is dat je je stem laat horen in een land waar dat ook kan. Omdat het belangrijk is om je stem te laten horen natuurlijk, als je de kans ervoor hebt. Hoe kijkt u terug op afgelopen 4 jaar? Met gemengde gevoelens. Ik ben niet zo erg van de VVD en die hebben toch wel heel veel bepaald. Ik denk dat ze wel goed uit de crisis zijn gekomen en dat we nu wel prima voor staan als land. Ja. Verder helemaal niks te klagen over zorg of huisvesting of zo, prima. Ik hoop dat er nu een omslag gaat komen naar een wat linkse regering. Ik denk wel dat het allemaal een beetje op korte termijn is gericht. En dat ze daarom veel willen scoren. Het zou misschien beter zijn als ze met z'n allen op de lange termijn kijken wat goed is voor het land. Tjubantse zegt dat Rutte waarschijnlijk nog, tenminste volgens de peilingen, nog 4 jaar in het torentje blijft. Wat vind je daarvan? Als dat zo is, dan is dat wat de meerderheid van de samenleving wil. En dan sta ik daar ook achter. Ik ga niet op hem stemmen, maar dan sta ik daar ook achter. Volgens de peilingen, ja, dat is maar de vraag. Dus ik weet niet of dat zo is. Ja, jammer dus, als dat zo zou zijn. Waarom vindt u dat jammer? Nou, omdat ik dan vermoed dat er weinig gaat veranderen in het beleid. En ik hoop dat er wat meer visie tentoongespreid gaat worden dan de afgelopen 4 jaar. Vind ik ook goed, maar ik stem niet op Rutte. Nee, ik stem links. Stem links, oké. Dus, en ik weet nog niet op welke partij. Even spannend. Er zijn verschillende mogelijkheden. Hè? Ja, ik geloof heel erg dat als wij het met z'n allen kiezen, dat zij het dan ook wel goed zullen doen. Want we kiezen niet voor niks voor die partijen. Hij is wel aardig en hij is wel leuk en hij lacht wel veel. Maar dat je nou denkt, die man staat ergens voor. Die heeft een idee wat hij wil met Nederland en de wereld. Dat heb ik niet zo. Dat krijg ik niet zo mee van hem.